Aan het begin alles is moeilijk. Ja, als kleine company, je hebt beperkte middelen. Waar hebben we het over? Bijvoorbeeld investeringen ten behoeve van eigen information technology, eigen infrastructuur. Investeringen rondom marketing en communicatie. Investeringen in mensen, opleidingen en dergelijke. Ja, onze grootste uitdagingen in operationele zin waren eigenlijk financiering en fysieke groei. En natuurlijk is het aantrekken van de juiste mensen ook... Ja, de kritieke variabele voor succes? Ja, die dilemma's met name zitten in het feit van... in het begin wil je alles zelf doen. En dat moet je eigenlijk niet doen. Zodra je dreigt te gaan groeien... dan wil je alles zelf blijven doen. En ja, ik denk als ondernemer werk je al meer. Hè. Ik werk ook wel 70 uur in de week. Alleen zeker in het begin. Dus hoe kan je nou in kaart krijgen wat je eigen missie is, zeg maar, hè? En je vasthouden aan je eigen kwaliteit. Maar toch steeds meer dingen die je zelf niet hoeft te doen, om die bij anderen neer te leggen. Met het programma FastForward kunnen we snelle groeiers ook helpen om sneller te groeien. Of mensen die ambitie hebben om snelle groeier te worden, om dat ook echt van de grond te krijgen. Want een van de belangrijkste succesfactoren voor ondernemers is menselijk kapitaal, kennis. En een andere is sociaal kapitaal, dus de mensen die je kent. Nou, en dat beide kunnen we hier binnen de universiteit echt leveren. Nou, ik denk dat ik eigenlijk zelf een snel groeiende ondernemer ben geweest. In de jaren 90 was ik een van de oprichters van een consulting club. En dat heette Mitchell Madison Group. En de Mitchell Madison Group is van 14 man in 1992 tot 1000 man in 1999 gegroeid. Dus dat is wel een snelle groei. Maar het verhaal heeft eigenlijk een trieste einding. In de zin dat uiteindelijk is dat bedrijf helemaal ontploft. En daarom, ik denk dat ik heel veel lessen heb geleerd over hoe je... Eigenlijk wat je moet en wat je niet moet doen in zo'n bedrijf, in zo'n omgeving. Nou, wat me aansprak in de plannen voor FastForward, zoals ik die heb begrepen, is met name dat je in een groep komt met ondernemers van allerlei aard, maar die wel in ongeveer dezelfde fase van ontwikkeling zitten. Dus je kunt het met elkaar hebben over de ervaringen die je hebt, over de kansen, de uitdagingen, de inspiratie die je zoekt, de dingen waar je als ondernemer mee te kampen hebt, zoals hoe je balanceert met thuis en andere prioriteiten. Dat je af en toe een beroep kunt doen op mensen die het al hebben meegemaakt. Dus ervaringsdeskundigen, maar ook op experts die je dus vanuit een soort van academisch standpunt, misschien zelfs bijna, modellen en kennis kunnen aanreiken om nog succesvoller te zijn.